Eerst blikken we vooruit op 17 maart. Dat is niet alleen mijn verjaardag, maar er staan ook de landelijke verkiezingen op de planning. Wel in een situatie die een tikje anders is dan gebruikelijk natuurlijk. Over de invloed van corona en de maatregelen op het stemmen in Enschede praten we met Tijn Tempel van de gemeente. Tijn, goedemiddag. Goedemiddag. En die omstandigheden die zijn net zo veranderlijk als het weer, hè, tegenwoordig. En ook die maatregelen. Misschien moeten we wel beginnen bij de vraag: gaan we überhaupt stemmen op 17 maart? Ja, dat is iets waar ik geen antwoord op kan geven. Dat ligt natuurlijk aan het kabinet en het RIVM. Ja. Maar wij gaan er gewoon vanuit dat we op 17 maart kunnen stemmen. Nou leven we in een tijd waarin we reisbewegingen moeten beperken. We mogen niet te veel met andere mensen in dezelfde ruimte zijn. We moeten niet dezelfde materialen vasthouden. Ik kan me nog al wat dingen verzinnen die dat stemproces bemoeilijken. Of waar jullie in ieder geval over nadenken. Vertel, wat gaat er veranderen op 17 maart? Er zijn een aantal maatregelen die wij nemen. We hebben alle stemlocaties worden aangepast aan de anderhalve meter maatregelen. Ja. Dat betekent dat elk stembureau een looproute krijgt, duidelijke ingang, uitgang, zodat kiezers elkaar niet kunnen kruisen. Elk stembureau krijgt een gastheer, gastvrouw die toeziet dat er niet te veel mensen tegelijkertijd in het stemlokaal aanwezig zijn. Wij gaan al onze kiezers die komen stemmen, die krijgen van ons een rood potlood om de stem uit te brengen. Iedereen krijgt een eigen rood potlood? Iedereen krijgt een rood potlood, ja. Hoeveel rode potloden hebben jullie besteld dan? Meenemen. Hoeveel rode potloden hebben jullie dan in totaal? Nou, we hebben in Enschede 120.000 kiesgerechtigden. Dus we hebben 130.000 stemmen. Potloden besteld. 130.000, hé. Wat kost dat? Weet je dat of niet? Zo niet uit mijn hoofd. Nee. Oh, bijzonder zeg. Maar dus je neemt maatregelen op de locaties. 120.000 of 130.000 potloden voor iedereen één. Zijn de locaties nog steeds hetzelfde dan? Of hebben jullie door de situatie bedacht dat er dus meer locaties bijvoorbeeld ook meedoen? Nou, niet per se meer locaties, maar we hebben wel heel veel andere locaties. Door de maatregelen, door de coronamaatregelen, zijn heel veel van onze bestaande locaties zijn vervallen. Denk aan scholen, de verzorgingstehuizen, die normaal stembureaulocaties zijn. Deze doen dit jaar niet mee. Maar dat is omdat er op meer dan 50 nieuwe locaties. Sorry, is dat op die plekken niet genoeg ruimte is? Of omdat die eigenlijk niet begaanbaar zijn vanwege de gezondheid? De scholen die hebben aangegeven dat ze liever geen stembureaus zijn. Zij moeten nu ook ouders weren om bijvoorbeeld bij een school naar binnen te gaan. Ja. En in een school is het niet altijd mogelijk om een looproute in te richten. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor verpleeghuizen die ook gezegd hebben van we willen geen andere kiezers zomaar in onze locaties hebben. Ja. Dus vandaar 50 nieuwe locaties. En wat zijn die nieuwe locaties dan? Gaan we straks in de ijssalon stemmen? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nee, het zijn natuurlijk allemaal locaties waar veel ruimte voor nodig is. Ja. Om alle mensen die komen stemmen genoeg ruimte te geven. We hebben een aantal sporthallen die we dit jaar gaan inzetten als stemlocatie. Buurthuizen die worden toegevoegd. We hebben een aantal ondernemers die hebben gezegd van wij willen ons pand wel beschikbaar stellen. Dus daar zijn we heel blij mee. Hoe gaan jullie eigenlijk om met ouderen of mensen die wat zwakker gestel hebben, die gewoon eigenlijk er niet op zitten te wachten om andere mensen te zien? Hoe kunnen zij gaan stemmen op 17 maart? Nou, we hebben briefstemmen. Dat is speciaal voor mensen die 70 jaar of ouder zijn. Die krijgen eind februari een briefstempas thuisgestuurd. En met die briefstempas kunnen zij per post hun stem uitbrengen. Of zij kunnen gewoon naar het stemlokaal, als ze dat willen, of iemand machtigen om namens hen te stemmen. Daarnaast hebben we in Enschede 12 stembureaus die op maandag en dinsdag opengaan. Dat is ook speciaal voor mensen die liever de drukte vermijden. Ja. Die kunnen op maandag en dinsdag al bij 12 stembureaus verspreid over de dag terecht. En daarnaast hebben we nog. Maar wacht even, hoe selecteer je die mensen dan?
Want als ik naar binnen kom en ik zeg, ja, ik heb liever dit, dan is het... Snap je? Daar kan ook een probleem ontstaan. Snap ik. Het is ook niet aan ons om die keuze te maken. Dat is aan iedereen zelf om dat te bepalen. Dus eigenlijk kunnen we gewoon op 3 dagen gaan stemmen. Precies, als jij denkt van ik heb een wat mindere gezondheid. Ik ga maandag al stemmen. Of dinsdag. Maar hoe organiseer je dat dan? Want ik kan me voorstellen dat er een groep is die dan denkt, nou ja, woensdag kom er wat minder goed uit, dan ga ik op maandag. Maar dan heb je dus een hele grote aanloop op die maandag. Precies, en daarvoor hebben we ook locaties uitgekozen die eventuele drukte aankunnen. En ook als het nodig is, het stembureau kunnen vergroten. Op welke locaties is dat dan? Bijvoorbeeld op maandag en dinsdag? Nou, bijvoorbeeld een aantal sporthallen. Nou, dat zijn gigantische hallen waar we 1 stembureau gaan inrichten. Maar blijkt nou dat het maandag heel druk wordt, dan maken we daar 2 stembureaus van. Om de drukte te spreiden. Maar ja, voor ons is het natuurlijk compleet nieuw dat eerder stemmen op maandag en dinsdag. Dus we hebben ook geen idee of daar mensen gebruik van maken. Ja, ergens zie ik zie het alweer voor me. Ik heb plaatjes gezien van wachtrijen bij GGD-vaccinatielocaties, omdat niet iedereen tegelijkertijd naar binnen mocht. Een sporthal met kunnen heel veel mensen in, maar dat is precies niet wat je wil natuurlijk. Nee, dus we gaan ook zeker aan de buiten opstelrijen maken. Via sociale media ook reclame maken voor de verschillende stembureaus die we hebben. Ja. Maar het is toch nog steeds aan de kiezer zelf om te bepalen op welke dag die gaat stemmen. En we hebben ons best gedaan om vooral op de woensdag te zorgen voor een goede spreiding. Dus zodat er bij iedereen in de buurt een stembureau is. Hoe zit dat eigenlijk met, uiteindelijk wordt er gestemd en dan moeten die stemmen geteld worden. Maar het stemmen zelf en ook het tellen van stemmen wordt vaak gedaan door vrijwilligers. Ook daarin zien we in deze tijd dat allerlei organisaties moeite hebben met het vinden van genoeg vrijwilligers. Bemoeilijkt dat de situatie nog? Nou, voor ons niet. We hebben sowieso een heel trouw bestand aan vaste stembureauleden die ons jaarlijks helpen bij de verkiezingen. En eind december heeft het ministerie een grote landelijke campagne georganiseerd om stembureauleden te werven. En we hebben daar zoveel aanmeldingen op gehad dat we op een gegeven moment zelfs moeten zeggen van we hebben genoeg leden om mensen niet teleur te stellen. Dus wat dat betreft hebben we veel aanmeldingen gehad. Ja, dat is mooi om te horen. Tot slot dan misschien, ik kan me voorstellen, stemmen is een van de allerbelangrijkste zaken in een democratie. Hè? Dat iedereen zijn stem kan uitbrengen, dat het ook veilig gebeurt zonder dat de kans is op fraude. Hoe lang hebben jullie eigenlijk moeten nadenken om tot oplossingen te komen waardoor gewoon alles gefaciliteerd kan worden? Is dat een breinbreker geweest voor de gemeente? Nou, we hebben de kieswet, die regelt heel strak hoe wij de verkiezingen moeten organiseren. Dus heel veel maatregelen die wij nu nemen als gemeente, die komen voort uit de kieswet en uit de speciale kieswetten die voor de corona zijn ingesteld. Maar bijvoorbeeld zoals de rode potloodjes, dat is iets waar we zelf als gemeente over nadenken. Van goh, hoe kunnen wij onze kiezers de gezondheid goed beschermen? Maar ook voor de stembureauleden daar goed over na te denken dat zij niet de hele tijd alles hoeven schoon te maken. Potloodjes schoon moeten maken. Ja. Ja, ja. Ja, en iedereen heeft dan een eigen rode potlood, hè? In Enschede kunnen we weer mooi aan denken. Tekenen, heb je weer wat te doen in coronatijd? Ja. Tijn Tempel van de gemeente Enschede, dank en succes de komende weken ook met alle... ik zei al, de maatregelen zo veranderlijk als het weer. Dus ik hoop dat het voor jullie doenbaar blijft met het hele stemproces. Hoop ik ook, dank je wel.